Ilias Bellassani, allereerst gefeliciteerd met de overwinning en gefeliciteerd met je debuut voor AZ. Hoe vond je het gaan? Nou ja, heb je het over mezelf of over... Nou, laten we gewoon eerst over jou beginnen. Nou ja, best wel gretig. Ja, ik weet dat als ik op rechts buiten sta, dat ik de bal vast moet houden en dat ik eigenlijk gewoon mijn spel moet spelen. En dat is veel dribbelen. En kijken naar een oplossing voorin. En dat is bij vlagen wel gewoon redelijk gegaan. Maar ik heb niet zoveel te doen gehad helaas. Omdat we gewoon vaak wel achter de bal aanliepen. Maar de momenten die ik had, had ik best wel gewoon een mooie dribbel. Alleen niet echt dat je zegt van wauw, dat is Bellassani van hoe we hem kennen. Ja, want het is nou niet echt een lekkere wedstrijd lijkt me om in te vallen. Het ging stroef. Ja, klopt. Nou ja, ik keek ook heel op de statistieken. Volgens mij was het in de eerste helft. En dan zie je dat Willem II het beter deed, volgens de statistieken. En dan loop je ook eigenlijk veel achter de bal aan. En dat was vandaag wat ik heb gezien. Tot nu toe was dat wel wat minder. Maar uiteindelijk win je gewoon met 2-0. En dan voor mij als inval is dat ook natuurlijk moeilijk om in het team te komen dat veel achter de bal aanloopt. Maar nogmaals, als je met 2-0 gewoon thuis wint, ondanks je voor mijn gevoel niet de beste wedstrijd hebt gespeeld, dan zijn dat dan gewoon complimenten waard. Want je houdt de 0 en je scoort 2 keer. Ja, is er van tevoren dan ook met jou gesproken? Of zijn er afspraken dat jij in gaat vallen in deze wedstrijd? Nou ja, absoluut niet. Ik heb wel eerlijk gezegd het gevoel gehad, eigenlijk al voor de wedstrijd, dat ik de grote kans dat ik mijn debuut zou maken. Omdat de trainer en de spelers allemaal weten wel wat ik kan. En, dus ik had er wel vertrouwen in dat ik erin zou komen. Alleen, dat gebeurt uiteindelijk best wel, voor mijn gevoel, vroeg. Ook weer niet, maar wel dat ik gewoon 25 minuten zeker kon voetballen. En daar ben ik wel tevreden over. Want ik had het gevoel wel dat ik misschien de laatste 10 minuten erin zou gebracht worden. Maar ik heb 25 minuten gespeeld. En dat ging nogmaals ging gewoon wel redelijk. Ja, ik dacht, misschien kom je voor Van Overheem op een gegeven moment in de ploeg. Maar je kwam voor Demi Dos Santos en ging dus aan de rechterkant voetballen. Ja, dat kan ik ook en dat weet de trainer ook dat ik dat kan. Alleen ik ben natuurlijk wel een 10 en het liefst speel ik altijd op 10. Alleen als er wordt gevraagd dat ik op rechtsbuiten moet staan omdat het beter is voor het team op dat moment, dan doe ik dat ook. En dan ga ik heus niet denken van ja shit, dit is mijn positie niet. Ik kan daar spelen, ik kan eigenlijk bijna overal spelen als het maar gericht is naar voren. Dus het maakt voor mij niet uit waar ik erin kom, als ik maar erin kom. En dat is uiteindelijk gebeurd. En ik heb wel een goed gevoel dat ik uiteindelijk mijn debuut heb gemaakt. Ja, hoe heet dat? Langzaam brengen. Ja. Nou ja, ik stond er ook echt achter dat de trainer me op de bank heeft gehouden vandaag. En ik vind ook dat ik gewoon eerst moet bewijzen dat ik moet spelen. En op de training gaat dat redelijk tot goed. En vandaag weer met de invalbeurt. En hopen dat het naar meer mag. En uiteindelijk, uiteindelijk wil je wel in de basis staan. Maar uiteindelijk maakt de trainer de keuze. En voor mij is het alleen om te laten zien voor wat ze me hebben gehaald. En dat is gewoon voor goed voetbal en goed belangrijk zijn voor het team. En dat is de taak voor de komende dagen en weken om dat te laten zien. Dankjewel. Alsjeblieft.